9 studenten hebben gisteren hun beul ontvangen na de afronding van een masterstudie aan de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR. 3 studenten hebben de masterstudie geschiedenis gedaan, 2 Environmental and Conservation Biology, 2 Banking and Finance en 2 hebben de studie Spaans als vreemde taal en Research Methods afgerond. De IGSR heeft sinds haar oprichting in 2006 meer dan 125 masterstudenten afgeleverd, zegt Antonius Café, voorzitter van de examencommissie van de IGSR. Café drukte de afgestudeerden op het hart dat het niet om de titel gaat. Suriname heeft namelijk veel doctorandi, maar weinig van ze weten er echt wat van, zei Café. Wat mijn vader bedoelde, is niet dat de mensen het kader, de masters van die tijd of doctorandes van die tijd, niets wisten. Maar dat de leiding die ze gaven aan onze instituten en projecten, dat daar te weinig van terecht kwam. Het rendement was te laag. En ik zei al, dat is nu heel anders in termen van toegang tot kennis. Echter, ondanks dat blijkt dat het rendement van onze instituten en projecten toch een beetje achterblijft. Het is te weinig. Volgens Andrea Jubitana Fernand, onderdirecteur onderzoek van de IGSR, hebben de afgestudeerde studenten veel offers moeten brengen. U hoort ook Robert Power, voorzitter van het IGSR-bestuur, die aangaf dat in de wetenschap nieuwe ontwikkelingen elkaar heel snel opvolgen. Het proces tot het verkrijgen van kennis eist ook geduld. En ik denk dat u alle het geduld heeft opgebracht om vandaag hier te zitten. De kennis is voor velen van u divers. Ik heb hier de lijst met namen van de afgestudeerden en hun achtergronden. We hebben de masters geschiedenis, master Spaans als vreemde taal, master banking en finance, master research methods en master environmental and conservation biology. Want u weet, we spreken 1 taal, wetenschappelijke taal. En nu vanaf vandaag gaat u zelf uw manco's moeten opzoeken en vinden. Het zij op het werk of elders. Want u bent vandaag de top, maar morgen bent u het gemiddelde. Overmorgen weet ik niet of u nog meetelt. Robert Power, voorzitter van het IGSR-bestuur. En daarvoor Andrea Jubitane, Fernand, onderdirecteur onderzoek van het IGSR. Zij spraken gisteravond tijdens de buluitreiking aan 9 studenten die een masterstudie op de IGSR hebben afgerond. De best geslaagde is Charlene Sanchez. Zij behaalde haar Masters of Science in Environmental and Conservation Biology. De uitreiking vond plaats in het IGSR-gebouw.